Natürlich denke ich befriedeter. Now what we have angetroffen and what we have been doing in één jaar kan ik zeggen van inderdaad, het moet beter gaan, kan beter, maar je ziet wat we hebben toch stabilisatie gebracht. Dat wat betreft de salarissen van met name de overheid, dat we die tot nu toe nog garanderen. Wat projecten betreft, is het altijd moeizaam. Je weet dat als er geen financiën is, kan je geen project kunnen uitvoeren. Toch hebben we toch wat betreft elektriciteitsprojecten, waterprojecten kunnen uitvoeren. PP, u komt van het kabinet van de president. De kwestie van minister Pokkie zou besproken worden. Wat is de stand van zaken? De stand van zaken kan ik kort geven dat ik ook in het gesprek was in de politieke top dat minister Pokkie haar portefeuille heeft op 12, denk ik, ter beschikking gesteld aan de president. En dat het vandaag is gehonoreerd. Dat alleen kan ik zeggen. Eervol of eervol ontslag? Eervol ontslag. Wie komt op haar plaats? Want ik hoorde de naam van fractieleider van de ABOP. Ik weet nog niet de partij. U weet dat het is de politieke partij ABOP die moet voordragen. En ik denk dat zondag een speciaal vergadering daarvoor wordt belegd. En dan in die vergadering komt er naar voren dan wie voorgedragen zal worden. Is het gezegd waarom ze er ontslag heeft ingediend? In ieder geval dat... Er komt een persbriefing of een verklaring vanuit de kabinet van de president. Dan gaat alles duidelijk. Is dat wel een domper binnen het één jaar regering Boutersen of Santokki Brunswijk? Domper of wat? Dat binnen een jaar een minister... Nee, kijk, je werkt graag met alle ministers en dat was een heel goede werksfeer. Natuurlijk is het een pijnlijke zaak dat een minister vroegtijdig uitvalt. En er zou reden daarvoor zijn. In ieder geval is niet dat wat we willen. Dat, onze streven is gewoon dat alle minister de eindstreep haalt. Maar als het niet kan, kan je ook geen ijzer met handen breken. Dus we vinden het heel jammer. Ja, pijnlijke zaak dat een minister niet eens een jaar heeft gezeten.